Goedemiddag jongens en meiden. We gaan het vandaag hebben over social media, over FaceTime en Facebook, Twitter en WhatsApp en alles. En we gaan het straks toepassen in de les. Hè? Hoe ga je daarmee om tijdens school, zeg maar, en hoe gebruik je dat thuis? Straks gaan we een opdrachten doen en dan mag je social media daarin gebruiken. Social media in de klas. Scholen moeten eraan geloven. Voor leerlingen de normaalste zaak. En voor docenten een spannend moment om de omslag te maken van traditioneel lesgeven naar het betrekken van de digitale en interactieve wereld. Op het Twents Carmel College in Denenkamp bijvoorbeeld is de tablet niet meer weg te denken in de klas. Daar gebruiken ze social media volop om de lessen interactief te maken. Alle leerlingen zijn voorzien van een iPad. Je leert van elkaar door bijvoorbeeld even met elkaar mee te kijken hoe je een opdracht hebt aangepakt. Daarnaast zijn er talloze manieren om actief op zoek te gaan naar informatie en deze informatie met elkaar te delen. Ook erg handig als je thuis huiswerk aan het maken bent. En als je je huiswerk af hebt, leef je het in via de iPad. Niet alleen handig voor de leerlingen, maar ook voor de docent. Zo gebruiken ze in Denenkamp de tablet op verschillende manieren. Maar over één ding is iedereen het eens. Het onderwijs wordt er leuker van. Social media kun je dus heel goed gebruiken om gezellig met elkaar te kletsen en alles. Maar je kunt het dus ook heel goed voor schoolzaken gebruiken. Ja, op school zelf en natuurlijk ook thuis. En dan heb je tijdens je schooltijd en in je verdere loopbaan heb je daar natuurlijk heel veel aan.